Leg mij dat eens uit. Hoe trap je de perfecte corner? Ja, ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Ik snij hem goed aan. Ze zijn heel hard. En ja, ik laat mijn been gewoon vliegen. Dus ja, dat is mijn recept denk ik. Trainen jullie daar veel op? De dag voor de wedstrijd enkel. Enkel de dag voor de wedstrijd beginnen we daarop te trainen. Pakken we stilstaande fases door en ja, dat doen we voor de wedstrijd. Ja, en met succes, dat bleek vandaag maar weer eens. Die corner voor jou die is levensgevaarlijk. Ja, klopt. Ik denk dat we dat meermaals bewezen hebben. Thuis tegen Telstar ook. Helmond hebben we ook gescoord. Dus ja, en vandaag scoren we weer twee keer uit. Ja, dat is lekker. Nou gaat de eer van zo'n doelpunt natuurlijk altijd naar de doelpuntenmaker. Maar ja, je merkt vandaag ook wel. Ja, iedereen heeft eigenlijk wel in de gaten. Ja, het is eigenlijk de nemer van de corner. Die is minstens even belangrijk in dat doelpunt dan degene die hem uiteindelijk over de lijn krijgt. Ja, klopt. Ik tel mijn assist ook erbij. Ik heb er nu 7. En dat voelt lekker. We lachen er wel eens over assistenkoning, maar dat is gewoon heel lekker om ze te tellen. En ja, zeker als verdediger dan nog. Normaal moet de verdediger binnenkoppen. En ja, deze voelt echt wel lekker. Dan staat het na een half uur al 2-0. Dan denk ik eigenlijk, nou, deze wedstrijd is voorbij. Eindhoven gaat rustig uitvoetballen. Hoe kon het dat jullie na rust dan toch nog zo in de problemen komen? Ja, ik weet niet. Ik heb er geen woorden voor. Ik denk dat we op dat moment eerst zelf niks hebben weggegeven. Het tempo was wel iets te laag van ons. We hebben tijdens de rust ook gezegd dat het iets hoger moest. Dat ze meer, maar we wisten dat ze gingen komen. We zijn in de rust van, ja, ze gaan Cecilia inbrengen. Dan krijgen ze meer power voorin. Dan gaan ze met lange ballen gooien. Dus ja, we wisten dat ze alles gingen op alles zetten om die 2-2 of 3-2 zelfs te maken. Maar ik denk dat we allebei goed stand hebben gehouden. En dat we amper één kans weggegeven. Buiten het laatste klein beetje, maar voor de rest niets. Het was toch nog heel even spannend met een scrimmage zo vlak voor tijd. Klopt, ja. Zoals ik zeg, ik denk dat we 1 of 2 kansen hebben weggegeven, ook door die lange ballen. Dan, dat dwingen zij wel af. En ik denk dat we de tweede helft een beetje meer rustiger aan de bal hadden geweest. Dat we het makkelijker hadden uitgespeeld. Maar oké, we gaan er vanaf met 1-2 en dat is het resultaat. Sparta, dus nog geen kampioen omdat jullie winnen. Het kan nog. Ja, moet je daarop zeggen. Hè. Ik hoop het, maar we zullen maar gewoon naar onszelf kijken en gewoon wedstrijd per wedstrijd en dan zien we wel wat komt.